Ik herinner mij u terug. Anna. Waarom kom je niet meer? Lars, dat gaat niet meer. Je hebt het mijzelf gezegd. Ik moest iemand anders zoeken. Iemand die zich wel elke dag herinnert wie ik ben. Iemand die voor mij kan zorgen, die mij kan beschermen. Ik mis u. Papa! Wat doet u hier? Hij doet toch niks verkeerd? Nou, Anna, we hebben afgesproken dat je hem niet meer zou zien. Hij zit in een gekkenhuis. Hij is zot. Maar hij is niet zot. Hij heeft gewoon last van zijn geheugen. Maar last van zijn geheugen? Hij weet niks meer. Al 8 jaar niet. Hè? Zeg, hij blijft wel de vader van mijn kind, hè. Je kunt mij niet alles afpakken. Nu loslaten! Of er gaat er iets gebeuren! Opa, wat kan ik gaan doen? Lars, alsjeblieft, laat